Wat doe je met spullen die behekst zijn? Aarde, vuur, lucht en water. Dat zijn de belangrijkste elementen voor de natuurreligie waarin een god en godin worden vereerd. Wicca. Tegenwoordig wordt het ook wel moderne hekserij genoemd. Alhoewel, de kenners hebben dit liever niet, omdat het te misleidend zou zijn. Een kennis liet twee mysterieuze voorwerpen achter in het huis van Kim. En bij die voorwerpen krijgt ze een heel raar gevoel. Kim durft te vragen... Waarom krijg ik een negatief gevoel als ik dit aanraak? Wat is dit? Ik ben er dus achter gekomen dat het blijkbaar een healingstaf is. En hoe kom je hieraan? Ik heb dat ooit een keer gekregen van een dame die visagist voor mij was, ik ben fotograaf. En zij liet dit bij mij achter na de fotoshoot toen we dit ergens voor gebruikt hadden. En toen vroeg ik haar van, wil je dat niet terug? En zei ze, nee, dat mag je houden, ik heb dat niet meer nodig. Ik heb het niet meer nodig? Ja. En toen keek ze zo aan van, ik heb het niet meer nodig. Oké, jij zegt dus dat het dan misschien behekst is? Ik weet niet, er hangt iets lugubers. Ik krijg echt een soort van... Ja, crazy. Op mijn vraag op Facebook kreeg ik echt zoveel reacties... dat ik toch wel de moeite waard vond om het te onderzoeken. En wat zijn de reacties op Facebook? Sommige mensen die geven aan dat het waarschijnlijk wat ik voel... die energie die erin zit, dat het te maken heeft met de vorige eigenaar. Wat was de beste tip? Wat kunnen we nu doen? Om de negatieve krachten of energie eruit te krijgen... moest je hem in salierook houden. Dus ik stel voor dat we dat even gaan doen. Kijk in. Het gaat gebeuren. Nou, je moet eerst dat blokje even aansteken, dat hij goed een beetje warm is. Ik weet niet hoe ik dit doe. Oh ja! Oh my god, het begint te knetteren. Ja, doe het erop. We zijn nu eigenlijk de negatieve energie uit deze twee voorwerpen verbannen, zeg maar. Voel je iets? Nee, ik voel niks. Ja, dat is wel de bedoeling. Misschien moet wel iets zeggen. Oh, energie eruit schudden. I'm a bird. De Social Club. Ga weg. En nu? Wat voel je nu? Is het helemaal weg? Nee, het is niet helemaal weg. Wacht. Ik voel iets. Volgens mij staat er iemand voor de deur. Een van de tipgevers op Kims vraag op Facebook staat voor de deur om de negatieve energie te verhelpen. Is dit niet toevallig? Dit is een bergkristal. Een bergkristal is een half edelsteen. Een van de meest... zuiverste kristallen. Maar waarom voelt zij dan negatieve energie als het zo zuiver is? Hij is van oorsprong heel zuiver. Dus die neemt op, net zo goed als jij opneemt. Jij krijgt ook ooit de griep. Het allerbelangrijkste is of jij je ergens tot aangetrokken voelt. Als jullie een leuke man tegenkomen, is je of leuk, of je zegt, laat me lopen. Ja, dan heb je zeker gelijk in iedereen. Zie je dit in de winkel liggen, dan zeg je yes or no. Ja, maar zij denkt dus... Nou, dat is een soort foute man. Dit is een foute stik, een foute man. Dit is een foute man. Ja, is toch spannend, maar toch ook niet. Zusters, één advies. Weg ermee. Hoe lang heb je deze stik nou? 5 jaar. En hoe zit het met de man de afgelopen 5 jaar? Ja, niet zo best. Even serieus. Ja, maar dat is serieus. Door deze stik heb jij eigenlijk al 5 jaar geen goede, leuke man in je leven. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. En nu ik dit in mijn hand heb, wordt het ook een heel raar voorwerp. Ja. Of is het heel raar? Het is niet veranderd hoor, alleen jij ziet er nu iets anders in. Ja. Adviseer je dat haar om dit te reinigen? Zou dat dan ook helpen voor de mannen of niet? Reinigen kan op heel veel verschillende manieren. Ja. Dit heeft veel meer nodig om te reinigen. Oké. Dit heeft echt moeder aarde nodig. Oké. Dood gewoon in de grond, in moeder aarde, 3 volle dagen. 3 volle nachten. En dan krijg je een hele powerful stick. Maar leg maar erin. Ja. 3 nachten en 3 dagen. Dus na 3 nachten en 3 dagen heeft zij dus de man van dromen. De Social Club kan natuurlijk ook even helpen. Dus alle leuke mannen daar al. Een leuke vrouw. Stuur er gewoon eventjes naar de Social Club en dan regelen wij een date. Dus op wat voor mannen val je? Stout, maar niet fout. Kijk. Ja.